This is the energy vibration lezing for the Maagd Sun Moon Rising sign. Het is de derde week van november 2017. De week begint van 13 tot en met 19. Energy vibration is water en de zodiac energy is ook water. Jullie hebben de energy vibration van de 9 van Bokkel. En dat is je dromen en wensen. Gaat even in wens vervallen. As you dream it and you hope for it, and that is in your blueprint, then ga je dat even zien uitkomen voor jou, okay? This is echt positief. Dus, we gaan even kijken. Je number energy is 1, new beginning, and new beginning. En je gaat op een nieuwe pad in je leven. Voor sommige van jullie. Sommige van jullie gaat bepaalde dingen achterlaten. En kijk even vooruit. Op maandag heb je de energie van de 10. De 10 van zware. En je voelt alsof mensen zitten je tegen te werken. Maar dat klopt niet. Okay? Je voelt alsof mensen zitten je tegen te werken. Maar dat klopt niet. Mensen zitten echt te werken. Om jou te helpen. Dus niemand zit je tegen te werken. Mensen zitten echt te werken. Om jou te helpen. In whatever situatie. Okay? Dus ik heb gevraagd. Wat was de 10 van Sword en de 3 van Pentacles. En het is. Geniet blijheid. Je voelt je lekker in je veld. This is zeer positief. Whatever komt uit is zeer positief. Dit gaat effect de mannen. En het is een zeer positieve energie. Whatever de situatie is, je hebt 2 keer 9 ook. Op maandag, dan heb je echt mee te maken dat je bent beschermd. Het is de eind van de situatie. Maar met die eind van de situatie, je bent ook beschermd door een certain situatie. Okay? Dus als je voelt alsof, weet je, mensen zitten tegen te werken, nee. Het is gewoon in je oven, alles komt goed. Als ik ga even verder, voor de mensen tussen de leeftijd van 18 en 40, dit is zeer positief. Daar komt een positieve situatie. Je droom en winsten komen in vervulling. En dit is zeer goed. In het midden van de week heb je de energie van de Fool. De Fool is een zeer positieve energie. Je bent op weg op een nieuwe pad in je leven. En je voelt jezelf echt gelukkig hiermee. Op donderdag, als je hebt het moeilijk en voel jezelf als je was out in de koud, dan krijg je te horen over je financiële situatie komt best wel beter. Vanwege dat je krijgt energie van de 10 van Pentacles en dat is een soort of balance out in je financiële situatie. Want je had de 5 van Pentacles, je voelt alsof je bent out in de koud en je weet nooit hoe je gaat bepaalde dingen betalen, maar het gaat je best wel lukken. Voor de maagmensen, het is zeer positief. Sommige van jullie gaat even werken met de koningin van de bokkel. Energie van de koningin van de bokkel is een situatie waar deze vrouw komt naar jou naartoe voor help. En dit is iemand die is, deze vrouw komt naar jou naartoe voor help. En het is iemand die is een vis gekregen of een boodschap van scorpionnetje. The weekend is a zeer positive. The weekend is a zeer positive. Je hebt de 3 van Bukkel en de 4 van Bukkel. Dus 3 van Bukkel is altijd een celebration en een leuke celebration. Dit is best wel goed. Als je bent in een relatie met iemand die is een vis, een kreef of een scorpion, dit wordt een zeer, zeer positieve situatie. Daar komt echt een celebration. Daar komt echt een positieve situatie op je pad. Je gaat echt een celebration met iemand die is
een vis, een kreef. Dus is een goede voor de rest van de mensen. Het wordt echt een goede tijd voor relatie. Het is een year voor relatie voor jullie maagmensen. En er is geen probleem. Er is wel positief. De weekend gaan jullie zien en voelen de positieve energie. Op zondag, het is de vier van Buckel. Maakt niet uit, omdat daar is één grote kop. En dat is de energy of the universe. Stuur je echt goede nieuws. Komt de victorious, successful, goede nieuws. Dat komt op je pad. En dit is zeer, zeer positief. Dus maakt niet uit wat de situatie is rond jou. Maar weet dat het komt allemaal goed vanwege doordat sommige van jullie gaat bepaalde dingen loslaten en je gaat een nieuwe manier, een denkbeeld kan gebruiken en dit wordt zeer positief. Nogmaals, alle winsten en droom komen uit en dit is een goede tijd om dat te doen. De eerste kaart wat ik heb is de 5 van water. De 5 van water is een beetje omtrek van emotie, kom naar jullie naartoe. En dan krijg je quiet retreat. En dit is een zeer positieve energy. Dus whatever de situatie dat heb gespeeld of is aan het spelen. Weet dat dit wordt beter. Dames en heren, ik vraag jullie echt om deze lezing even door te geven. Dat onder mensen kunnen het best wel vinden. En steun abonneer. Het is best wel goed. Namaste. Tot volgende keer.